NX schrijft vandaag over de vredesconferentie voor het Midden-Oosten. En wie schreef er al veel eerder over de tijdloosheid van conflicten en oorlogen? Inderdaad, William Shakespeare. Dus lees ik vandaag de krant met een acteur en Shakespeare-liefhebber. Emmy Award-winnaar Pierre Bokma, die hier nu aankomt met de tram, als het goed is. Goedemorgen. Hallo, hoi. Gefeliciteerd nog met je Emmy. Dankjewel. In Nederland reizen ministers per fiets en acteurs per tram? Ja, ik heb geen auto, ik heb geen rijbewijs, dus... dat is me ook nooit gelukt. Je hebt je kinderen naar school gebracht vanochtend? Ja, ik heb mijn zoon naar school gebracht. Gevaarlijke plicht? Ja. We gaan hier nu even in de Stad Schouwburg de krant lezen. Oké. Zullen we dat doen? Hartstikke goed. Pierre, volg je het Midden-Oosten terwijl hier achter ons de kerstschaatsbaan wordt geprepareerd? Ja, over het Midden-Oosten gesproken, hè? Kerstmis. Je kan die ontkomt er niet aan. Het is een eeuwigdurende perpetuum mobile, laten we het zeggen. En het lijkt wel alsof ieder van de partijen prettig vindt om deze standoorlog, zeg het maar, letterlijk in stand te houden. Met wie sympathiseer jij het meest? Met Israël of de Palestijnen? Nou, van oorsprong met Israël, maar ik ben zo langzamerhand toch ook wel ernstig aan het twijfelen. Of Israël, en er stond laatst een artikel, waarom eigenlijk vrede? Want het gaat toch goed in Israël. Of Israël ook wel hard genoeg aan die vrede timmert. En of ze zich zichzelf de ruimte geven om doordrongen te raken van de afschuwelijke toestand waarin de Palestijnen verkeren. Het wordt weer niks. Ja, goed. Schrijft Caroline Roelands, die dit al 30 jaar volgt voor. Ja, Arie Koster die dingen opvolgt, dat zou ook een interim zijn. Ja, bij Ajax, blijkt ja. Vele malen beter te doen, dus dat soort dingen moet je niet zeggen. Wat verwacht jij dan dat eruit gaat komen? Niks, je moet even afwachten. Je moet geen voorspellingen doen. Als je het nieuws volgt over het Midden-Oosten, denk je dan vaak terug aan Shakespeare? Nou, de eindeloosheid ervan bij sommige stukken. Maar bij Shakespeare, in die stukken, zit een oplossing. Dat is hier nog maar de vraag. Of het niet elke keer weer opnieuw wordt gebruikt voor electoraal gewin. Ja. En dan heb je zo'n conflict dat de hele wereld er elke keer weer naar kijkt. Kun je hartstikke goed gebruiken. Jij hebt veel rollen gespeeld als oorlogszuchtige. Herken je iets van die mensen die hier een hoofdrol spelen? In wat jij op het toneel gedaan hebt? Ja, de tactieken begrijp je. Daar heeft Shakespeare uitgebreid over geschreven. De slimmigheidjes op politiek gebied. En ook wel, want je kunt geen veldslagen op het toneel doen. Maar je kunt wel, Hendrik de Vijfde bijvoorbeeld, is het heel, heel mooi om te zien wat voor tactiek die in de strijd volgt. Geef eens een voorbeeld. Nou, Agincourt heeft hij gewonnen met 6000 Engelsen tegen 60.000 zwaar bewapende Fransen. Waarbij aan de Franse kant 25.000 doden vielen en aan de Engelse kant 500, geloof ik, doden en gewonden. Dus dat is in geen verhouding hetzelfde als Thermopylae van Leonidas tegen de Perzen. Dus dat is wel een wonderbaarlijke... Dat was heel goed doordacht, die oorlog. Zijn er leiders van nu die jou ook doen denken aan personages van Shakespeare? Nou ja, het probleem is eigenlijk het gebrek aan goede leiders. Dat is wat mij direct aan Shakespeare doet denken. Omdat alle conflicten ontstaan daar waar goede leiders ontbreken. En het nepotisme de overhand krijgt. Dus het erfrecht van waarbij niet gegarandeerd is dat een verstandige vader het doorgeeft aan een even verstandige zoon. Mm-hmm. Of aan een dochter. Dus het ontbreken, ook met name in de Nederlandse politiek, het ontbreken van vaklui in de politiek. Het IQ in de Kamer is volgens mij gedaald tot onder 110 gemiddeld. Nou, we krijgen ook domme beslissingen. Zoals onderwijs bijvoorbeeld. Dat is ook niet aardig voor die arme balkenende. Dat kan me niet schelen. Ik denk dat de balkenende nog wel slim is. Maar als je als blinde in het land der lammen of andersom loopt, dan heb je toch een probleem. Wie dan bedoel je met name? Nou, balkenende heeft het Bos is eigenlijk lam geslagen en kan niet veel meer.
doet een beetje hetzelfde wat Kok heeft gedaan. Van FNV naar minister van Financiën, naar minister-president, vervolgens commissaris. Die grote sommen geld vangt en ineens niks meer wil weten van gouden handdruk weg en zo. Ah, dat is een gemarchandeer, dat kan alleen maar in Nederland gebeuren. Schandelijk. En wie kan internationaal je goedkeuring niet wegdragen? Ahmadinejad. Ahmadinejad. Ja. Ja, dat vind ik echt, dat vind ik onbestaanbaar wat daar gebeurt. De as van het kwaad? Nee, het is niet eens, dat is allemaal zo'n geloof van die kabouter Bush. Maar het is gewoon, de man is gewoon niet goed. Snik. Homo's bestaan niet in Iran. Nee, ja. Hoe kan je het nou zeggen? Ja. Homo's bestaan niet. Heb je die allemaal bezocht, alle mensen? Alle 32 miljoen of hoeveel zijn het? 43 miljoen, weet ik veel. En met het hele atoomprogramma denken de hele internationale wetenschap op dat gebied om de tuin te leiden, te roepen dat het alleen voor je tuinsproeier is. Ja, kom op zeg. Wat is jou verder opgevallen in de krant van vandaag? Buiten deze show, de rellen in Parijs, waar nu echt het schijnt serieus te worden, het schijnt ook geschoten te zijn, het schijnt een soort guerrilla te worden, vorige keer al aangekondigd. En dat brengt mij eigenlijk meteen op de scholen hier in Noord, waar geprotesteerd wordt tegen het niveau van het onderwijs. Dat vind ik ook allemaal prima, want ik vind dat belabberd is, schandalig, dat de schuld is van de regering die daar niets aan doet. En die daar waar ze defensie bezuinigen, dat al dat geld naar onderwijs moet. Dat is het enige wat je land overeind houdt. Zegt een bezorgde vader van de kinderen van rond de 10 jaar. Ja, dat vind ik prima, maar waar ik toch? Niet... Ja, je maakt je zorgen, toch? Je kinderen moeten straks natuurlijk. Ook... Ja, natuurlijk. Ik vind het ongelooflijk. Ja, goed, ik ga niet helemaal terug naar de Mammoetwet, maar daar is het allemaal een beetje begonnen. Met Van Kemenade die zei, zo lang mogelijk iedereen dezelfde kans geven. Dat is onzin. Als iedereen hetzelfde geschapen is, dan kan je iedereen dezelfde kansen geven. En je moet gewoon alle kansen geven. En sommigen lukt het en sommigen lukt het niet. En degene die het niet lukt, die moet je altijd een minimum bestaan garanderen. Maar de kwaliteit van je onderwijs is de slagader van je land. Het enige probleem heb ik nu, is dat in Noord gaan ze een beetje Parijs mimiken. En daar zijn Hollanders heel slecht in. Om dan ook, nou wij ook flink doen en lekker rellen en weet ik aan wat. Dat vind ik eigenlijk, dat weerspiegelt misschien ook wel, als je dat gaat doen, het niveau van het onderwijs dat je tot dan toe gevolgd hebt. Ik vind het een beetje suf. Vind je dat het kabinet voldoende doet? Niks. Niks? Kletskoek. En dat er niet vaak... Een onvoldoende voor balkenende. Nou, niet eens. Een nul voor balkenende. Hij heeft zijn naam boven het papier gezet en ingeleverd. Het wordt niet nagekeken. Peter Jan. Het wordt niet nagekeken, suffert. Zorg dat er in het land hoogopgeleide, we stonden ooit internationaal echt bovenaan. En we zijn gewoon afgezakt. We zijn dus gewoon een zwalkend tweede wereldland aan het worden qua onderwijs. Komt dat ook omdat in dit land de sluizen openstaan voor Wilders en Verdonk? Ja, dat het wordt getolereerd is afschuwelijk. Want ik zou eens wat vertellen. Jan Maat werd ooit overigens niet getolereerd, daar waarvan ik vond op dat moment. Ik vind dat je als Kamerlid, als je zo iemand toelaat op grond van de wet, dat je naar hem moet luisteren. Dan pas kan je zeggen dat hij ongelijk heeft of een populist is. Nee. Dus hij is er gesanctioneerd, deze mensen die mogen in de Kamer zitten, hun drollen uitspugen overal waar maar kan. Die hele Kamer daar, die verdonken machtswellustelingen. En die Geert Wilders die heel langzaam gek aan het worden is. Je hebt hoe heet het weer? Zo'n tekenfilm van een superkrachtfamilie. Wat was het ook weer? De Incredibles. De Incredibles. Dat was een opponent, dat was zo'n raar mannetje met dat vlammende blonde haar. Met grote tanden, dat is Geert Wilders. Helemaal niet dom, maar zijn krachten aan het verkeerde doel geven. Of op een verkeerde manier. Geert. Niet doen. Op de pagina film een man uit de film Carmen, ja, die op een podium staat. Zullen we even naar het podium gaan waar jij vele successen hebt gevierd en nog steeds gaat vieren, toch? Ik vind het prima. Okay. Wat betekent deze zaal voor jou? Niet de zaal waar ik begonnen ben, maar wel de zaal waar ik
hele slechte dingen heb gedaan en ook hele goede dingen. Ja? Ja, tenminste goede dingen. Dingen die veel succes hadden. Vorige week internationale erkenning. De eerste grote internationale prijs voor jou. Je kunt ook zeggen later erkenning. Nee. Nee? Nee, ik kwalificeer niet. Ik, behalve dat ik het een grote eer vind en het heeft niets te maken met later. Of, bedoel, als ik hem op mijn 80ste had gekregen, was ik ook heel trots geweest. Maakt me niks uit. Ik vind het ontzettend prettig dat in het land waar ik veel kritiek op heb, Amerika, toch men zo oplettend is geweest. Maar wil je internationaal doorbreken? Als men op een Nederlandse acteur zit te wachten die in een of andere project goede zaken kan doen, graag. Maar dat is heel vaak niet zo. Er zijn genoeg goede mensen in eigen taalgebieden die het hartstikke goed kunnen. Dus dat is een misvatting dat meteen iedereen klaar staat. Je moet, dat is ook geluk. Heb je ook nog iets vrolijks op de voetbalavond? Ja, Guus. Guus Geluk. Guus Hiddink. Lucky Gus. Kan hij niet premier worden van Nederland? Nou, Guus is een van de mensen waarvan ik vind dat hij... Ministeriabel is? Ja, zeker sportzaken. Ik zou die man zou echt effectief zijn. En bovendien, door het verhogen van... Of het voetbaltrainerschap naar echt een soort kunst te verheffen... zonder daar dik over te doen... Dan dwing je ook geluk en karma af. Ben jij een voetballiefhebber? Ja, ik ben wel een voetballiefhebber. Als het goed gebeurt, ja, vind ik het fantastisch. En je bent een prachtig spel. Ook een Formule 1-liefhebber? Ja. Dat mag je misschien niet zeggen, maar dat ben ik wel. Is een beetje... Misschien moeten ze binnenkort op diesel gaan. Formule 1-diesel. Ja. Ik weet niet. Ik vind het geweldig. Het is de enige motorsport waar ik wel voor ga, ja. Maar jij bent iemand van de high culture. Dit is toch... Nee hoor, dat zijn we ook niet. Nee, is het nee, geen nee, low nee. culture? Kom op, jij neemt toch ook wel eens een kroket of een gehaktbal ergens? Heerlijk. Of nou dan? Heerlijk. Nou dan. Jij ook? Verrukkelijk. Ja, natuurlijk. Oké. Okay. En dan moet je ook helemaal niet op neerkijken, dat is onzin. Nou. Nee, dit vind ik hartstikke goed. Heeft het wel ongelooflijk geluk gehad en het te danken aan de Engelsen. Poor lads, really. Krijn van je.